Mevrouw Witteveen, kunt u ons vertellen wat er gaande is hier bij de ministerraad met die groep Kubanen? De groep die hier staat, en in totaal zijn het de 41, zijn de Kubanen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Sommigen wonen hier al 8 jaar, zelfs dit jaar wordt het 9 jaar. En ze vragen gewoon aandacht om een oplossing te vinden, zodat ze hier normaal kunnen leven en werken met een medische verzekering, met gewoon werk, dat ze kunnen bijdragen aan de samenleving, ook gewoon belasting kunnen betalen. Dus ze vragen aandacht voor hun ongedocumenteerde status. Ze hebben een brief aan de koning gegeven, ook aan de minister. Er is nog niks, geen antwoord erop. Wat dan? Ja, de minister van Justitie heeft in juni een dispensatiebrief gegeven. Maar van de gouverneur, van de koning en de koningin en van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland is er verder nog geen antwoord. En met die brief van minister Navarro, wat kunnen ze doen? Ze kunnen in ieder geval niet opgepakt worden. Dat was toch al moeilijk, want ze kunnen ook niet meer terug naar hun land, ze kunnen niet gedeporteerd worden. Maar in ieder geval weet iedereen dat ze een dispensatiebrief hebben. En de bedoeling was dat binnen 2 maanden, die brief is afgegeven in juni, dat ze een verblijf en een werkvergunning zouden krijgen. En dat laat dus heel lang op zich wachten.